Maarten, ja, feestdag vandaag. Werd je ook zo wakker? Nou, nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, dat zou voor het eerst zijn ook. Ik wou met een wonderlijke kleinigheid beginnen. Namelijk dat jij zei natuurlijk dat het de 46e president is. Dat is helemaal niet waar. Het is de 45e president. Om raadselachtige redenen wordt Cleveland voor twee presidenten geteld. En hij is maar één president. Alleen zaten zijn termijnen waren niet aansluitend. Waarom deze zonderlinge telling door iedereen gebruikt wordt, heb ik nooit kunnen achterhalen. Nee. Maar het is dus de 45e president. We zullen het zeggen in Washington. In naam ja? de 45e, onthoud je het, Willem? Klopt wat Maarten zegt. Ja. Het klopt, maar hoe komt het dan dat dat zo... Maar dat vind ik ook omdat deze telling door krankzinnigen georganiseerd is. Kijk. En heb je daar ook namen bij? Nee, want dit is al jaren zo. Ja. En al jaren zeg ik bij dit soort van gesprekken... zeg maar, ik wil nog een kleinigheid opmerken... maar het is eigenlijk de 45e president. En nou, misschien als je niet een aaneengesloten periode niet doet... dat je dan weer als nieuwe president telt. Ja, voordat je het weet wordt Trump ook twee presidenten. Nou ja, dat weet je maar nooit. Hè? Nee, dat weet maar goed, waarvan acte 45? Nee, waar was ik vreselijk opgewekt? Nee, en dat komt eigenlijk vooral omdat ik op zichzelf natuurlijk heel blij ben... dat Biden gekozen is daarvan. Ja. Overigens, zonder COVID zou die zeker niet gekozen zijn naar mijn idee... en zou Trump nog een tweede termijn hebben gekregen. Maar omdat ik eigenlijk geen grootse verwachtingen koester van de komende 4 jaar... ik ben blij dat er een min of meer normale president zit... Maar ik heb ook op basis van de afgelopen 10, 15, 20 jaar... heb ik weinig hoop dat er werkelijk structurele veranderingen zullen optreden in de Verenigde Staten. Oké, okay. Daar gaan we zo meteen nog wel over praten. Ook over wat dan wel bereikt kan worden. Hoe was jouw opstaan vanmorgen? Ja, met een dubbel gevoel. Hè, want dit hoort eigenlijk een feestdag te zijn. Het is de democratie die getoond wordt. Eigenlijk dagelijkse politiek, dat valt even weg. De oude president vertrekt en de nieuwe komt. Maar ja, het is een feestdag met een dikke rouwrand. 400.000 doden door corona. Het land natuurlijk zo gepolariseerd. 6 januari hebben we nog maar net achter de rug, die vreselijke beelden. Dus ja, wat Maarten zegt, ja, ik zou niet graag in de schoenen van Joe Biden willen staan. Nee, en een soort van staat van beleg, als we net even de beelden... Ja, precies. Je viert het met 25.000 zwaar bewapende soldaten. Dat is toch raar? Ja, was daar overigens niet ook nog angst voor... dat er binnen die zwaar bewapende soldaten ook aanhangers van Trump zouden zitten... die misschien zouden kunnen saboteren? Ja, kijk, 25.000 is ook heel veel. En dit zijn ook vaak mensen die een maatschappelijke... carrière hebben en die dan weer onder de wapenen worden geroepen. Dus daar kunnen mensen in zitten die bij de politie werken nu. En wat we nu weten is dat een extreem rechtse groepering in Virginia, de Oath Keepers, de eethouders, die Amerika willen beschermen tegen allerlei extreem linkse figuren en die heel erg pro-Trump zijn en dus tegen de komst nu van Biden, dat zij een belangrijke organisatorische rol hebben gehad bij die hele inval op 6 januari. Er zijn ook arrestaties verricht. En er wordt ook gezegd, dat is een club van 30.000 man, hè? Ja. Ongeveer wordt geschat door de FBI. En zij recruteren vooral ook politieagenten. En mensen uit het leger. Ja, daar zitten ook allerlei verschillende mensen onder. En een aantal van hen zouden dus in het Capitool de weg heel goed geweten hebben. Er gaat ook geruchten dat een enkel congreslid ook rondleidingen heeft gehouden. Wordt ook onderzocht. Ja, dan krijg je dus, om maar te laten zien van daar zit de deur naar de tunnels, hè, als ze willen ontsnappen. Maar die zouden dus ook tussen al deze reservisten kunnen zitten? Nou ja, bedoel, als nuchtere Nederlanders zeggen we natuurlijk van daar gebeurt natuurlijk niks. 25.000 man plus de politie, wie wil wat kwaads doen? Maar als je de beelden ziet, en we zagen net toch ook die huiveringwekkende beelden, hè, alleen al van die camera's die elkaar getrapt werden. Mm-hmm. Hè, dat je de media zo vertrapt eigenlijk. Ja, als je die beelden ziet. We horen overigens nu net dat het Hoge Rechtshof is ontruimd wegens een bommelding. Nou ja, net. Ja. En je kunt het vrij makkelijk sturen natuurlijk. Nou ja, maar goed. Maar goed, het gebeurt wel, ja. Het is een gespannen veer, Washington. Het lijkt wel Kabul of Bagdad en Amerika. En, nou ja, wat is het protocol als er iets gebeurt? Hè? Ja, kijk, als er wat gebeurt ben je eigenlijk al te laat. Hè? Maar dan zou je natuurlijk nog heel snel kunnen proberen... in dit geval Biden en Kamala Harris, om ze naar binnen te krijgen. Het is ook wel eens gebeurd dat het is niet verplicht is om daar te gaan staan. Je kunt ook in het Witte Huis doen, dat deed Roosevelt in 1945. Ja, Biden heeft gezegd, ik wil laten zien dat de democratie gewoon voortgaat. Dus dit is een rituele dag, een dag van grote symboliek.
Dus ik ga er in de kou staan. Hè, een toespraak van een minuut of 20. We doen net alsof het een gewone inauguratie is. Ja. Maar, nou ja, het is helemaal geen normale inauguratie. Nee. Want al omdat Trump heeft besloten om daar totaal niet acte de présence te geven. Sterker nog, die is vertrokken. Ja. Die is met zijn helikopter en de Air Force One gegaan. Maar die heeft nog wel een speech gehouden. En hij gaf zijn vrouw Melania ook nog even het woord. We kijken. We love you. And I can tell you that from the bottom of my heart. This has been an incredible 4 years. We've accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friends and my staff. Our First Lady has been a woman of great grace and beauty and dignity. Honey, would you like to say a few words, please? Being your First Lady was my greatest honor. Thank you for your love and your support. We love you. We will be back in some form. Have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Is het wel eens eerder voorgekomen dat de zittende president geen acte de présence had? Ja, dat stond overal in de krant natuurlijk. Dat is één keer eerder voorgekomen toen Jackson niet is komen opdagen. Die ook ondertussen geloof ik ook een soort van impeachment procedure doormaakte. Dus die had ook geen zin. Jackson was ook een uitgesproken, zeg maar, outsider, iemand die tegen het establishment van die tijd was. Maar dan zitten we dus halverwege de 19e eeuw, nog iets daarvoor. Dus het is wel heel lang geleden dat de aftredende president er niet bij was. Ik denk dat in dit geval, zowel voor Trump zelf als voor Biden, eigenlijk voor iedereen het een zegen is dat hij opgedonderd is. Ten meer natuurlijk omdat hij ook niet wilde komen. Want dan zou hij daarmee erkend hebben dat Biden misschien toch gewonnen had. De verkiezingen heeft gewonnen. En dat zal hij niet erkennen. Nee. Want zolang hij dat niet erkent, is hij in staat, nietwaar, om zijn achterban op te jutten met die leugen dat hij eigenlijk heeft gewonnen. Dit was eigenlijk een campagnetoespraak al, hè? Ja. We komen terug, wezen. Ja, en dat, ik ben daarvan overtuigd dat er een goede kans is dat hij in 24 zich weer kandideert. Al is het wel mogelijk dat we krijgen nu een impeachmentprocedure. Ja. We weten niet precies wanneer en hoe dat gaat lopen. Maar Mitch McConnell, die natuurlijk hem in feite gesteund heeft in de afgelopen 4 jaar, wat hij ook beter niet had kunnen doen, maar die heeft nu door laten schemeren, dat is de leider van de Republikeinse fractie in het Senaat, dat hij eventueel wel bereid is om kritisch op te treden. Er moeten 17 Republikeinen stemmen. Ja. Bij die als dat gebeurt, stel voor hij wordt impeached, dan kunnen ze met enkelvoudige meerderheid, dus niet 2/3 meerderheid die nodig is voor impeachment, maar met enkelvoudige meerderheid kunnen ze hem verbieden om nog verder federale ambten te vervullen. Dat zou natuurlijk een enorm leuke wiet zijn als dat zou gebeuren. Het heeft ook het risico dat je zijn achterban, laten we niet vergeten, 74 miljoen mensen. Een ruime meerderheid van de Republikeinse kiezers is nog steeds van mening dat Trump heeft gewonnen. En dat Biden schandelijk heeft verloren. Dat dit één grote oplichterspraktijk is. En die factie, dat gevoel, dat sentiment, dat kan Trump oproepen. Ja. En daarom is Trump is niet weg. Het Trumpisme is niet weg. Het is maar afwachten hoe dat weer boven komt. Want hij kan die miljoenen mensen mobiliseren. Dat heeft hij laten zien. Ja. Dat onderschrijf jij, neem ik aan. Ja, want kijk, ik ben een paar keer bij een rally geweest van Trump. En hij houdt zijn publiek meer dan 2 uur in de ban. En toen heb ik ook echt wel tegen mezelf gezegd van, ja, deze man is een soort van rattenvanger van Hamelen. En er is onvrede, met name op dat platteland toch, dat kleinsteedse Amerika, waar de oude politiek, dat moet toch wel even erbij gezegd worden, onvoldoende naar geluisterd heeft. Dat zeggen de mensen ook, hè. Hij komt naar ons toe, hij luistert, hij pakt die Chinezen aan. Dus, en belastingen verlagen en de regeltjes verminderen. Dus deze man, Trump, is zo'n meesterpopulist. Nee, dat Trumpisme zal niet verdwijnen. Ik denk wel dat zijn gezag wat afbladdert. Ja, en hij is nu naar Mar-a-Lago, Florida. Ja, hij gaat naar Florida. Dat is zijn staat, want die heeft hij ook gewonnen trouwens. En in Zuid-Florida, tussen de miljonairs en de miljardairs, ontstaat dus een soort van Trump-enclave. Want zijn kinderen gaan daar ook wonen. Hebben deels al een huis. Hij mag er niet permanent gaan wonen. Nou, er was dus een protest van de buren. Die zeiden van, hallo, al die veiligheid. Want je krijgt toch ook veiligheid, als
vicepresident, daar zitten we niet op te wachten. Maar Trump heeft nu toch het besluit genomen om voorlopig daarin te trekken. En weet je, dat Mar-a-Lago, dat heeft net zoveel kamers. Ik geloof als het 126 kamers, ja. Als het Witte Huis 132. Ja. Dus, en daar, kijk, daar komen zijn golfvrienden. En als hij gaat eten, gaan ze klappen. Als hij opstaat, gaan ze klappen. Hier is hij een soort keizer Donald. Ja. Hij gaat misschien wel een soort van mediaplatform oprichten. Maar het zal me niet verbazen, woedend als hij is, hè. Want hij deed zich net wel een beetje vrolijk voor. Woedend als hij is van de grootste comeback uit de Amerikaanse geschiedenis. Dat ga ik verwezenlijken. En hij kan natuurlijk over 2 jaar al aan de campagne beginnen. Ja, want nou, dat weet Maarten ook. Hè? Het is eigenlijk een campagne. We zitten hier al 2 jaar. Ja, niet hier in de studio. Maar, nee, dat we, maar goed, Biden moet nog speechen, jongens. Hè? Dus we zijn nu alweer bezig om, ja, om Trump we, in 24... Dat kunnen we vrij makkelijk voorspellen wat Biden gaat zeggen. Nou, doe. Ik zou zeggen, laat hij het vooral niet te lang maken. Het 20 is een oude man die in de kou staat, dus hij moet voorzichtig gaan zijn. Ja, maar wat gaat hij beloven? Dus hij gaat heel algemene dingen beloven. Hij gaat niet specifiek zeggen, ik ga dit en ik ga dat doen. En zeggen, we moeten weer bijeenkomen, een fijne stemming creëren. Allemaal wezenloos gelul natuurlijk. Maar hij kan op dit moment moeilijk iets anders. Het probleem is dat Amerika voortdurend zegt, laten we toch weer samen gaan. En One America, hij heeft dat ook voortdurend. Er is niet One America. Er zijn op zijn minst Maar gaat er wat van terechtkomen van wat hij gaat spreken? Ja, het is eigenlijk een soort therapie voor de Amerikaanse ziel. En dat hoort ook op een dag als vandaag. Dat verwachten de mensen ook. Buitengewoon moeilijke omstandigheden voor Biden de komende tijd. Hij zal toch proberen, hij is geen tweede Roosevelt, maar een beetje in die geest te regeren. Grote overheidsprogramma's. Hij gaat de eerste 10 van de 100 dagen à la Roosevelt, de eerste 10 dagen al een soort van sprint doen. Er komen allerlei, zeg maar, presidentiële decreten, hè, executive orders, ook grote wetgeving. 1900 miljard dollar wordt er in de economie gepompt, als de Republikeinen ook een beetje meewerken. Hè? Want dat is maar gaat dat gebeuren? Want kijk, Willem die vergelijkt dit nu een beetje met de Roosevelt. Maar als we nou even kijken naar de verhouding in het Amerikaanse congres, anders, bij de verkiezingen van 32 en 36. Ik geloof in 36 waren er nog 16 Republikeinse senatoren over. Ja. Dan was de Senaat toen ietsje kleiner dan nu, maar niet zo heel veel. Maar dat geeft wel de verhoudingen weer. Met 16 man in de oppositie, daar kun je iets doen. Hè? En dat die de hele verhoudingen in de jaren 30 lagen totaal anders. En Roosevelt was Roosevelt natuurlijk. Roosevelt, bovendien was Roosevelt. Maar Roosevelt kortom, heeft het er ook wel jij zegt, hij kan niet zoveel. Nee, want het is 50-50 in de Senaat. Ja. Dat is al punt 1. Maar goed. Wat vaak vergeten wordt, je hebt ook nog in de Senaat de filibuster. Ja. Dus je kunt een wet indienen. Maar, en dan degene die dat willen, als die dat dood willen praten, dan heb je 60 senatoren nodig om dat te doorbreken. Er zijn wel, een soort van parlementaire trucjes waarmee je dat iets minder kan. Biden heeft in zijn speech in november gezegd, ik ga ervoor zorgen dat we weer de United States of America. Dus ik ga er ook zijn voor de Republikeinen. Gaat hij dat voor elkaar krijgen? Ja, dat zeggen ze bijna. Dat zei Obama ook, dat moet iedereen zeggen. Maar dat is voorlopig niet dat de intentie van de Republikeinen. Okay. Maar als je mij zou vragen, noem nou 1 iemand op die in die buitengewoon moeilijke omstandigheden toch iets van bruggen kan slaan. Ja, dan zou ik toch, al zou hij geen presidentskandidaat zijn geweest, zou ik toch Joe Biden noemen als iemand die ook door Republikeinen wordt gezien. Van, nou ja, hij is van een democraat, maar eigenlijk had hij ook... Maar er is goed zaken mee te doen, dat werd zelfs Mitch McConnell, dat was toch eigenlijk een soort lakai van Trump. Maar die heeft ook de afgelopen tijd wel gezegd, nou ja, relatie. Nou, lakai van Trump, Mitch McConnell is natuurlijk de enige competente samenzweerder, politieke crimineel, als je het zo wil noemen. Ik noem hem een lakai, jij noemt hem een crimineel. What's in the name? Het voordeel dat Trump zo incompetent was. Maar het is Mitch McConnell die van alle mogelijkheden rücksichtloos, gebruik met opzet deze Duitse uitdrukking, gebruikt gemaakt heeft. En dat... De Republikeinen hebben niets dan voordeel gehad van een politiek van de verschroeide aarde. En ik zie nog niet waarom ze niet die politiek eigenlijk op een betrekkelijk hand. Aanvankelijk zullen ze ook suggereren, want daar waren ze ook goed in met de Obamacare, van ja, misschien willen we wel. Moeten er eens goed over denken en er moet concessie zus en concessie zo. En iedereen dacht, nou, misschien gaan er een paar meestemmen. En tenslotte zei ze, nee, we doen het toch maar niet. Ik denk dat de enige manier om hier uit te komen is dat Biden toch probeert de gewone mensen op te zoeken. Zoals Trump dat op een hele andere manier deed. Ja, ja, met inderdaad die grote economische injectie. En dat zal heel moeilijk worden om de Republikeinen mee te krijgen, maar ik ben ervan overtuigd,
Anders lukt het gewoon niet. Ja. Nou, bij ons, maar, we gaan even naar de jonge generatie. Die krijgt ook een stem. Die zijn wellicht wat hoopvoller. Ja. In 2004 richt onze Willem Post, die ook hier bij ons zit, de groep op, de White House Watchers. Dan reist hij niet meer alleen naar Amerika om de verkiezingskandidaat te zoeken. Ja, zo eenzaam, joh. Zo eenzaam, ja. Maar sinds vorig jaar zijn daar ook nog 9 van de nieuwe generatie bijgekomen. Waaronder jouw eigen zoons, maar ook Sophie Roberti. En die zit hier nu bij ons. Jij bent aangestoken door je vader, Udo Roberti. Ja. Want die was een van die collega's van Willem, van de White House Watchers. Ja. Wat is het? Wat doen jullie? Wat is een White House Watcher? Nou, het idee is eigenlijk gekomen in 2004 inderdaad vanuit Willem Post. En die heeft dat samen opgericht met mijn vader en nog een paar andere White House Watchers. En die zijn toen met het idee gekomen dat het best wel leuk was om naar New Hampshire af te reizen. Tijdens de primaries, dus de voorverkiezingen. En New Hampshire is best wel een kleine staat, wat de afstanden daar best wel behapbaar maakt en best wel makkelijk af te reizen. En omdat die voorverkiezingen daar best wel vroeg plaatsvinden, al tijdens de primaries, is het heel makkelijk om daar in contact te komen echt met potentiële presidentskandidaten. Want die staan zichzelf er allemaal te pitchen en speeches te houden in de meest gekke plekjes, dus hotellobby's en noem maar op. En zij hebben dat eigenlijk een aantal jaar gedaan en hebben daar echt hele gave ervaringen aan overgehouden. En zij vonden het wel leuk om ons als jeugd daar wat meer bij te betrekken, zodat wij misschien op een dag echt dat over kunnen nemen. Over kunnen nemen, inderdaad. Ja, ja. Maar tijdens die reis heb jij Joe Biden ook werkelijk mogen ontmoeten. Het verhaal van Willem Post is hoopvol. Ja. Want hij bleek inderdaad een hele aardige, toegankelijke man waar je gewoon mee in gesprek kon, toch? Ja, zeker. Ja, het is... wij zaten daar zo en we waren dus met ook een paar jongens van... onder andere de zoons van Willem en mijn broertjes. En iedere keer als we daar kwamen bij die presidentskandidaten... wisten zij het gewoon voor elkaar te krijgen dat we binnen de kortste keren vooraan zaten ergens. Dus ook al was het daar heel vol. En dat was dus ook bij Joe Biden het geval. Dat zie je ook hier. Ik zit echt, hij zat aan de ene kant van het lint en ik zat aan de andere kant van het lint. Hij staat in een boksring, zo te zien. Ja, het was echt, hij liep daar een beetje rond. En omdat we zo dichtbij stonden, konden we ook heel makkelijk... Op het moment dat hij klaar was met speechen, konden we naar hem roepen van... Joe, wij zijn de White House Watchers en we komen uit Nederland. En hij ving dat op en hij keek ons echt zo aan van... Uit Nederland, wat doen jullie hier? En dat maakte dat we heel makkelijk met hem in gesprek konden. En hij zei toen ook echt van, wat leuk, kom hier. Pakte echt mijn telefoon over van... laten we een selfie maken. En dat is dus deze foto geworden. Ja. Maar diep onder de indruk ben je van hem. Maar is dat dan omdat hij zo toegankelijk is? Of omdat je denkt, hij heeft ook wel wat te melden en te doen? Nou, ik denk dat sowieso van al die kandidaten die daar in onze tijd in New Hampshire nog in de run waren, vond ik hem wel meteen de meest indrukwekkende. Ik was wel van hem onder de indruk. Want het was natuurlijk heel gaaf dat iedereen zo gepassioneerd en al die kandidaten zo gepassioneerd zijn over waarom zij allemaal denken dat zij de nieuwe president van Amerika moeten worden. Maar hij is de enige die daar echt al naast heeft gestaan. Hij heeft echt naast Obama gestaan. Hij heeft het van dichtbij gezien. Dus ik was wel echt heel erg al van hem onder de indruk. En ik denk heel erg dat op het moment dat wij hem ontmoeten, ik vond het zo bijzonder dat hij dus als... hij wist eigenlijk heel snel toen hij hoorde dat wij uit Nederland kwamen, dat wij dus ook geen stemrecht hadden. Dus dat wij als Nederlanders eigenlijk niks konden betekenen voor zijn campagne. Dat hij toch gewoon heel even de tijd nam om te luisteren naar wat wij waren. Maar dat was met Bernie Sanders wel een beetje anders. Ja, viel een beetje tegen. Ja, dat viel enorm tegen. Dat is ook het contrast. Er is Bernie Sanders, dat is gewoon eigenlijk een beetje een nokkige man die echt heel boos is op het land. En die wil echt dat alles gewoon verbeterd wordt. En er stonden daar heel veel mensen die echt gewoon fan van hem zijn. En hij keek er niet naar om, terwijl Joe Biden aan de andere kant stond. En die wilde echt weten zelfs wie wij waren. En dat vond ik zo sprekend voor hun karakters of zo van die twee. Dat je dus, het is gewoon een hele... We liepen daar weg en we waren echt onder de indruk van hoe sympathiek hij was en hoe begaan hij was met de mensheid. En ik denk dat hij dat ook echt gewoon... Echt contact wilde. Precies, en dat wil hij ook heel graag, denk ik, met zijn volk. En daar waar Bernie gewoon heel graag het land wil redden, was hij gewoon niet te bereiken. En kijk, voor ons logisch, wij zijn buitenstaanders. Maar dat er ook echt mensen zijn die zo fanatiek campagne voor hem aan het voeren zijn, daar keek hij gewoon ook niet naar om. Nee. En dat was zo'n contrast. Ja. Vind je het een spannende dag vandaag? Ik vind het wel spannend. Maar ik moet zeggen, toen wij hoorden dus dat hij ook echt president-elect was geworden, waren we ook allemaal echt een beetje trots. Dat we dachten van, hij heeft het gedaan. Wij hebben hem gezien. Ik voelde een beetje alsof een soort van, vader of opa, zeg maar. Zo, van dat was geworden. Dus maar rustig opa. Ja. Zij opa. Ja. Nee, goed, het was spannend. Maar
ik hoop gewoon dat hij inderdaad de inauguratie krijgt die hij verdient. En, ja. En bovendien... Zijn leeftijd is toch ook een probleem. Ja, ja maar hij heeft een hoop... Over 4 jaar, laten we even aannemen, hij overleeft het. Over 4 jaar is hij 82. Ja. Dan zou hij, als hij nog een termijn zou willen, zou hij van 82 tot 86. Ja, dat zit er niet in. Ja, maar hij heeft natuurlijk een heel sterk... Hij is in feite een one-term president. Ja. Ja. Dat maar hij heeft een blok achter... We hebben al heel vaak gehoord dat mensen zeggen... hij heeft niet voor niks die Kamala Harris achter zich staan... die heel erg naar voren... Ja, maar daar heb ik nou bijvoorbeeld helemaal niet zoveel vertrouwen in. Een vrouw met een migratieachtergrond als presidentskandidaat... daar durf ik wel wat op te zetten... dat die volkomen kansloos is in het electoraal. Nee hoor, helemaal niet hoor, Maarten. Nou, dat waag ik hoop het voor je. Nou, dan moeten we nog een volgende keer, als Kamala opkomt duiken... laten we hopen dat Biden met zijn gezondheid het 4 jaar redt. Maar dan, anders moeten we nog een keer terugkomen. Maar hoe ziet de Biden-regering eruit, afgezien van Kamala Harris? Nou, weet je, vanuit zijn perspectief kun je zeggen... het is wel een dreamteam. Want waar hij voor gezorgd heeft, is een kabinet. Een beetje breder, met mensen ook die hetzelfde niveau hebben. 25 mensen, de helft bestaat uit vrouwen. Er zitten allerlei etniciteiten in. Dus het reflecteert het diverse Amerika. En... er is ook een soort kern van hele ervaren Washington insiders. Bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken, Tony Blinken. Waar we in Europa, in Nederland natuurlijk ook veel mee te maken gaan krijgen. Ja, dat is iemand die al 30 jaar rondwandelt daar. Hè, en die Biden al als senator heeft geholpen toen hij voorzitter was van de Buitenlandcommissie. Die zijn veiligheidsadviseur is geweest. Toen hij vicepresident werd, die voor Obama gewerkt heeft. Dat is een man, je ziet inderdaad nu de foto van hem. Dus wend er alvast maar aan. En dit is een man die... Dus een van de jongere types. Ja, nou ja, hij is toch ook al begin 60. Dus ook niet meer echt een jonkie, maar hij is wel echt fijn een man. Dat je op je 60 nog jong bent. Dat is wel een leuke taak. Deze levenservaring is ook wel fijn, hè? Ja, maar de man heeft wel een bijzonder profiel. En zeker als je hem vergelijkt met zo'n Rex Tillerson, een zakenman op buitenlandse zaken onder Trump, hè, minister van Buitenlandse Zaken. Hij is echt een... ja, academicus, Harvard opgeleid. Heel erg in de mensenrechten ook, de rule of law. Hij heeft gezegd, Europa is voor ons weer vitaal. Trump heeft sancties geheven op medewerkers van het strafhof in Den Haag. De verwachting is ook onder zijn invloed, minister Mensenrechten, Tony Blinken... dat direct weer wordt weggehaald. We zullen zien. Dus ja, hij heeft ook gezegd, Europa is vitaal. We moeten niet naïef zijn, want wat de Biden-regering zal gaan doen... is ook Europa inzetten om druk uit te oefenen op China. Want wij kunnen daar moeten niet we niet aan meedoen, naar mijn idee. Maar het gaat wel gebeuren. En ook richting Rusland, die pijplijn die er is, de Nord Stream 2... die gasleiding vanuit Rusland naar Duitsland. Daar vond Trump al niks van, maar dat vindt Biden eigenlijk ook niet. Want, ja, daar moeten ze zich ook niet mee bemoeien. Maar dat gaan ze wel doen. Dus er zal veel veranderen. Er zal een vriendelijke wind over de wereld waaien. Gaat die Obamacare weer terugbrengen, denk je? Nou, Obamacare. Trump had ook via de rechter geprobeerd dat onderuit te halen. En Biden heeft gezegd, we gaan daarmee door. We gaan het ook uitbreiden. Dus dat is ook weer echt een verandering. Heus, een president, dat hebben we ook de afgelopen 4 jaar geleerd... kan voor een verandering zorgen. Maar ja, joh, John Kerry komt voor het milieu... weer op. Parijs. Vandaag nog zal Biden gaan ondertekenen dat Amerika weer terug is bij het Parijsakkoord. Wereldgezondheidsorganisatie. Daar gaat Amerika ook weer naartoe. Ook dat had terug. Ja, maar daar kun je ook een tegenvoorbeeld geven. Ja, maar dat doe jij continu. Jij bent continu, zeg je, ja, het gaat, heb je ook nog wel een soort van bijdrage in een... dat je denkt, nou, dat Amerika, dat kan het nog wel redden? Ik werk niet voor een speciale dienst in Nederland die optimisme predikt, waar geen reden is om optimistisch te zijn. Dus zie jij het heel somber in met Amerika? Ja, ik zie het betrekkelijk somber in, ja, omdat ik De werkelijk noodzakelijke grote structurele veranderingen... daar zou die eventueel een begin mee kunnen maken. Maar dan gaan we zien of die dat begin überhaupt kan maken. Maar wat moet er hoe loopt het dan af in jouw visie? Nou, dat er weer 4 jaar lang eigenlijk weinig uitkomt. En dat het probleem zich continueert. Namelijk van de stasis in de Amerikaanse binnenlandse politiek. Ze worstelen met een reeks van grote problemen. Ja. En die problemen zijn namelijk in de allereerste plaats... de enorme inkomensverschillen die in de afgelopen 40 jaar... beschikt over 30% van de wel. In de afgelopen 40 jaar zijn gegroeid. Dan is er de gezondheidszorg. Dat is de duurste gezondheidszorg ter wereld... met werkelijk lamentabele resultaten. Zulke slechte resultaten dat in Amerika de levensverwachting... van een groot deel van Amerikaanse mannen... die loopt terug. Die wordt niet hoger, zoals in Nederland. Bij ons is het heel flink gegroeid de afgelopen 20 jaar. Maar dat weten we allemaal. Maar wat moet er dan wel gebeuren? Nou, wie moet daar gaan zitten dan? Nou, wacht nou even, die zaken moeten aangepakt worden. Ja, maar wie moet dat doen dan? Precies, je zit met een congres wat
vergeet niet, het congres waar hij nu mee moet gaan werken, daar waren 134 leden van het huis, hebben tegen certificatie van Bidens verkiezingsoverwinning gestemd. En 9 senatoren hebben dat ook gedaan. He? Dus die zitten daar al en dragen ook het idee uit, die man is niet legitiem. En dit is de grote strategie van de Republikeinen. Het hele overheidsapparaat is niet legitiem in feite. En ook alle democratische belangrijke figuren zijn in feite ook niet legitiem. Dus ga daar maar aan staan. Neem dat in het inkomensvraagstuk. We gaan dat hier niet oplossen. De problemen zijn immens. Maar de lichtjes boven Amerika blijven branden. 4 jaar geleden schreef ik voor NRC een artikel over de buitenlandse politiek onder Trump. Iedereen dacht de derde wereldoorlog gaat uitbreken. Het einde van de wereld. Tuurlijk zijn er grote problemen geweest. En over Trump kunnen we een hele uitzending vullen. Hè? Maar nogmaals, het idealisme van Amerikanen, dat blijft ook bij velen. En we moeten ons niet alleen maar focussen op alles wat er verkeerd gaat. Nee. Daarvoor ken ik te veel Amerikanen die gepijnigd zijn. Bijna net zoveel als jij, Maarten. En maar we gaan ook even naar Tim Akkerman, want die is ook bij ons. Er is hoop. Jij geeft hoop. Dat vinden we ook heel fijn. Er is altijd wel een heel klein beetje hoop. Gelukkig. Goed zo, hè. Hou dat vast. Dat is wel dit. Trump 4 jaar geleden nog heel veel moeite om artiesten te vinden die wilden optreden tijdens zijn inauguratie bij Joe Biden, staan ze in de rij. Lady Gaga komt, Jennifer Lopez komt, Justin Timberlake, John Bon Jovi, Bruce Springsteen. Ze betreden straks allemaal dat podium. En bij ons is Tim Akkerman. Hij gaat de muziek van Bruce Springsteen vertolken. En dat doe je niet alleen omdat het op dit moment leuk is, maar dat doe je al heel lang, hè? Jij hebt daar een heel programma van. Klopt, ja. Het is mijn grote voorbeeld in alle vormen. Waarom is die man zo goed volgens jou? Naast zijn muziek natuurlijk, het heel inspirerend is. Maar is het ook een inspirerend persoon. Hoe hij zich ook voordoet, hoe hij zich in de media ook waant. Ik heb hem een paar keer live mogen zien. En elke keer verbaast me wat voor energie die man van het podium af straalt. En hoe dat in je hart komt. En voor veel mensen die hem niet live hebben gezien, begrijp ik het vaak niet. Maar de mensen die hem live hebben gezien, begrijpen precies wat ik bedoel. Hij neemt je mee en hij geeft hoop. En hij is ontzettend positief. En ik denk dat dat zeker in dit soort tijden belangrijk is. Ja, heeft Trump ook nog een keer geprobeerd om hem te strikken. Daar ging hij niet op in. En Trump was daar natuurlijk pist over. Maar vervolgens deed hij natuurlijk net of hij hem ook helemaal niet nodig had. En daar hebben we ook nog beelden van. And I didn't need Beyoncé and Jay-Z. And I didn't need little Bruce Springsteen and all of these. Het is altijd kwetsend. Altijd kwetsend, ja. Jij gaat zo meteen bij ons zingen.